Rick van Looy is kampioen, de grootste van de wereld. Rick van Looy wint elke koers, er is niets aan te doen. Jacques Anquetil, die roept dan op zijn moeder. En Poulidor, die komt er niet meer door. Want Rick van Looy van Herent als de keizer van de wereld. Daar hij de klassiekers wint, vooruit of in de sprint. Hallo dames en heren, beste sportliefhebber, hier is dan Maurice de Donné met onze wereldkampioen Rick van Looy. Allee, Rick, voor Victor! Voor Victor! Zie dat is... Hij is weer op kop, zeg! Oh, oh. Zie dit maar niet, zie dit, zeg! Kennen dat gezien, hè? Rick van Looy die gaat dit jaar van spelen koersen winnen. Ninnie zegt als dat het moet, anders krijgt hij boet. De Philippies, die ligt in de pataten. Nee, daar gaat, die komt de straat te laat. Want Rick van Looy van Herent als de keizer van de wereld. Daar rijdt de klassiekers wint vooruit of in de sprint. Allo, allo, mes chers amis sportifs, ici Luc Varenne qui vous parle. Mais c'est formidable, notre champion Rick van Looy fait vraiment une course formidable. Formidable, que l'on a zeg. Je moet dit zien, je moet dit zien. Van Looy wint ieder jaar een wereldkampioenschap. En wie zegt het is niet waar, dat is een stomme jap. En Massignon, die kan er niets aan veranderen. Ook Baldini, die kan het zeker niet. Want Rick van Looy van Herent als de keizer van de wereld. Daar hij de klassiekers wint vooruit of in de sprint.